Dus op de achter zit, zodat hij geen scherf in zijn gezicht of lever krijgt. Een van de brandweermannen die heeft nu een spreider in zand met meerdere materialen en dan een spreider. De spreider heeft een bed die open kan gaan, waardoor je een deur kan passeren. Ken de Abi is nog. Ik kom daar, dank je. Ja, goedemiddag. Anders wat de manschap bedoelt, dat ik een samenspraak met de bevelvoerder. Als ze een idee hebben wat de beste mogelijkheid is, wordt er overlegd. En de bevelvoerder, de rode kap, de leidinggevende, die zorgt voor die geen verlaatste toestemming. Zoals ik net vertelde, hebben we meerdere materialen. We hebben net een spreider gebruikt. Zoals je ziet, ze doen dan een open gezicht. Nu hebben ze een schaar in de handen. Ah, net zoals thuis, alleen wat zwaarder, wat groter en je kan iets beter trekken. Wij zorgen ook altijd voor alle materialen op wat andere uitwerken. Ik zeg wel gelegd zodat we er niet over kunnen spreken. Het is ook een samenspraak met de bevelvoerder. Die komt aan, ik wil daar hebben liggen.